Harry speelt voor bondscoach bij Peter van Vossen. Hé, je speelt mee. Wanneer? Tegen de Tsjech. Nou, weet ik niet. Dat weet jij niet? Nee. Maar dat ga ik jou zeggen. Ik voel het aan mijn water gewoon, dat jij meespeelt. Nou, het zou kunnen. Ja, het zou kunnen. Weet je zelf niks? Nee. Ja, ik weet wel wat, maar niet dat ik... Wat weet jij dan? Nou, ik weet zoveel, maar... Ja? Maar niet of ik wel of niet ga spelen. Dat weet je niet? Maar daarom weet ik wel wat. Geloof je me nou of niet? Nee. Nou... Jij zal aan mij denken, hoor. Niet wijs. Oh, jij zal aan mij denken. Niet wijs. Hoe moet ik het dan zeggen? Jij zal aan mij denken, hoor. Hé. Hey. Ja, als jij het veld opkomt, dan denk je, die van mij gaat toch gelijk. Ik denk altijd wel een beetje aan je. Oh, nou, maar dan zeker. En dan weet je gewoon, ik doe mee. Er zijn heel veel opties. Ronald kan in de spits spelen, Kluivert kan in de spits spelen. Ronald kan op rechts spelen. Roy op links, Roy erachter. Hé. Hey. Het is min... Nog wat, Roy speelt niet. Luister nou naar mij. Roy speelt niet, jij speelt. Geloof je me nou of niet? Nee. Ook Brian Roy wordt slachtoffer van Harry's pep talk. Ik gok dat jij niet speelt. Ik denk dat jij op de bank begint. Nou, dat zou kunnen. Maar ik hoop het niet natuurlijk. Dat mag toch wel? Dat mag wel, maar dat is niet in overeenstemming met de realiteit. Met de realiteit? Nee, de realiteit is dat jij op de bank begint. Ja, dus jij weet de realiteit al? Ja, die weet ik al. Het was de laatste interland, was het natuurlijk helemaal niks. Hey. Laten we nou eerlijk zijn. Was het nou wat of was het, hoezo? Het was ook weinig. Maar daar gaat het nu toch niet om? Nee, nou ja. Ik denk, wat doet die Roy daar nou? Wat liep je daar nou te doen? Ga je me nou lopen stangen hier dan? Nou, stangen? Wat moet ik zeggen? Je speelde de sterren van de hemel. Ja, dat wil ik wel zeggen, maar dat gelooft niemand. Maar dit weet iedereen toch wel dat het een klote wedstrijd was, of niet? Dus ga je nog even benadrukken. We zijn alweer 4 weken verder. We zijn alweer 4 weken verder. Je komt met die ene wedstrijd weer even terug, zo. Ja, tegen elkaar. Ja. Dus je wou liever niet dat dat toch een beetje ingevreven werd? Het is daar nou voor nodig. Na afloop van Bayern München Ajax vond er een woordenwisseling plaats tussen Patrick Kluivert en Frank de Boer, die de Duitse tv mooi in beeld had. Ik moet het even hebben over die scène na afloop van Bayern München. Oh. Ja, hoezo al? Met die Frank de Boer? Ja, dat was... Ja, dan gaan we daar lopen schelden. Nou, schelden was een beetje... Nou, een meningsverschil, laten we daarop houden. Een meningsverschil? Je ging echt uit je dak, man. Je ging helemaal uit je dak. Ja, ik weet het. De toppen van je longen te krijzen gewoon daar. jongen. Patrick. Ja? Luister nou even goed. Met Nederlands Elftal kunnen we dat niet hebben natuurlijk. Nee, maar bij Ajax ook niet meer. Nou, maar bij Nederlands Elftal zeker niet. Dit is een lens van een camera. Ja? He? Zolang jij die lens ziet, ziet de lens jou. Ja, dat weet ik. Oké? Okay? Ja. Dus zolang dat allemaal aan de hand is, wordt er niet uit het dak gegaan. Ja, okay? is goed. Kijk, ik zal je even, loop even met me mee. Kijk, dit hier is de achterkant van de camera, oké? Okay? Ja. Dan komen wij weer terug en dan komen wij weer, kijk, dit is de voorkant van de camera. Zolang jij een voorkant van de camera ziet, wordt er niet gescholden, niks. Ja, je wacht tot je de tunnel in bent. Ja, dan loop je de kleedkamer in. Dan trek je die de boer in de doucheruimte en dan scheld je hem voor rot. Ja. Dat is het. Ja. Want zolang je die ziet... Ja. En je bent natuurlijk nog jong en zo, en dan mag je niet veel praatjes hebben in de voetballerij, hè? Dat vinden ze dan, hè? Dat vinden ze dan, hè? En dan denk jij bij jezelf, ja, maling aan. Ja, dat denk ik wel eens, ja. Maar doe je het vanaf nu gewoon in de doucheruimte? Ja, dat doe ik. Ja? Ja, dat doe ik. Oké? Ja, dat doe ik. En dan helemaal uit je dak gaan daar, hè? Dat is goed.